Geitenkaas is haar absolute favoriet. Hè? Ja. Want we zijn niet aan het overdrijven. Dan zouden wij voor haar verjaardag geen twee geiten kopen, dat we zelf kaas kunnen aftappen. Nee, maar het komt niet uit een geit kaas, hè. Ah, nee? Nee, nee. Dus... gemiddelde volwassen man heeft 5,6 liter bloed. Ja, ja, maar het is uw gewicht delen door een bepaald getal, hè. Ja, door 13. Ja. Dus dan kwam ik toch uit op 8, 9 liter. Nee. Oh, nee. Nee, dat kan niet. We gaan tijd rekenen. Ja, nee, maar dat... We gaan tijd rekenen. Hallo. Allee. Zeg nog eens, wat is de formule? Nee, maar dat kan niet. Wat is de formule? Uw gewicht gedeeld door 13, zo voilà. Gezegd. 97 gedeeld door 13 is 7,5 liter. Ja, maar volgens mij kan dat niet, dat jij 2 liter bloed meer hebt dan de gemiddelde volwassen man. Want ik zal u eens iets zeggen. De gemiddelde volwassen man is zo hoog, hè? De gemiddelde volwassen man weegt volgens mij ongeveer tussen de 90 en de 100 kilogram. Maar nee, maar zot. Denk dat wel, ja. Allee, Jean Thomas. Ja, maar ja, Jean Thomas. Pas op. Die weegt geen 80 kilo, hè. Wij zijn nu juist, dat is heel vreemd. Hij is nu juist half zo oud als ik. En jij dubbel zo oud als mij. Ja, dat gebeurt maar 1 jaar in ons leven, hè. Dat is nu. En nu wordt die kloof ook... Allee, die wordt niet kleiner. Jawel. Die blijft even groot. Ja, maar het wordt wel kleiner. Ja, ja, ja. Dat be- ja. Ja, ja. Je snapt wat ik bedoel, hè? Als hij juist geboren was, was ik 26 jaar ouder. Nu nog altijd. Ja, wacht even. 26 keer zo oud. Ja. En nu nog maar 2 keer zo oud. Voilà. En vanaf volgend jaar 1, zoveel keer zo oud. Snap je? Wel, ik zou het eigenlijk leuk vinden om eens een keer samen een nummer op te nemen. Een kerstnummer? Bijvoorbeeld, ja. Dat is goed, dan ben ik al zeker een jaar gerust. Jij denkt altijd dat ik je wil beetnemen. Maar dat is hij helemaal niet. Jawel. Maar, hij denkt dan al, maar hij denkt eigenlijk dat ik heel de tijd met u bezig ben. En oh, ga ik heb ik wel andere dingen rond met een kop, zeg. Ik moet op mijn hoede zijn met u. Er kan elk moment iets gebeuren. Ik dacht dat je een nummer voor mijn kop glad. Ah, voilà. Waar komt dat vandaan dat jij de slimste van de familie bent? Wow. Ik ben wel niet de domste. Dat niet. Wie dan? Ik zeg niet dat ik de slimste ben. Wie is dan de domste? Ik vind Marie dommer dan dat ik ben. Dus Marie is de domste van de familie. Dat zeg jij nu. Marie is niet dom, maar ja, iemand moet de domste. Maar wie van de verhulsjes denkt jij dan dat de slimste is? Jij. En de domste? Ik. Dat zei Victor. Ja, ik ben ook zo'n keer geopereerd aan mijn teen en ik vond dat ook niks. Ik ben niet voor plaatselijke verdoving. Ik vind dat ze volledig in slaap moeten doen. Dan heb je er ook geen last van. Dat is niet gezond, hè. Nee. Hebben ze verdoofd aan hun teen? Natuurlijk. Een ingegroeide teennagel, dat is dus niks, hè. Dat is niks. Ze hebben een stuk nagelbed weggesneden met een mes, hè. Ze zijn in mijn teen met een mes gegaan, hè. Dat is wel iets. Mag ik dat even verduidelijken? Dat is heftig, een ingegroeide nagel. Niet als je er op tijd bij bent. Als je dat te lang laat ingroeien... Je wilt volledig onder narcose voor een ingegroeide nagel. Nee, ik ben niet onder narcose geweest. Hè? Ah nee, maar je zou het gewild hebben. Ja. Oh, zeg, en als je naar de coiffeur gaat ook? Ah nee, ja, doe maar volledige narcose. Hè, want als je mijn haar knipt... Ja, dat was eens een goeie verrassing. Allee, wat, hè? Ik heb dat niet graag. Ik vind dat zo erg, hè. Allee. Zo eens even als een knie komen, dat mag niet. Nee, mijn benen zijn heel gevoelig. Maar zo'n keer, hè? Mag niet, hè? Raar, hè? Ik heb dat niet graag als... Maar wat niet? Kloppen of zo? Nee, alles. Dat kittelt. En zo? Nee. Stop. Dat is toch spijtig, hè? Wat? Allee. Dat kan je erin zien. Allee, goed. Allee, stop ermee. Ik doe niks. Allee. Maar ik voel al, als je zo doet, voel ik het al. Ja. Allee, stop. Voilà. Je doet
Formule 4. Kom op. Je doet het erom. Ik was even in paniek. Als hij een poes ziet en die poes, en die, dan is hem weg, hè? Weg, hè? Dan loopt hem tot in Oostende, ja. Denk ik. Hè? Ze zijn nu heel alleen door. Hier. Wat is dat allemaal? Vriend. Kom hier. Sst. Ik heb hem. Ik heb poen. Helemaal van boven al. Abel? Toud, hè? Hé. Hij was hier tussen die kerstbomen naar buiten gesmokkeld. Ben jij zo'n kapoentje? Is niet flink, hè, vriend? Kom. Jongens, toch. Ik heb nog een cadeau voor jou. Wat is dat? Ik weet al wat het is. Richard. Nou, dan moet het niet open doen. Hij weet al wat het is, dan moeten we het niet open doen. Het staat erop. Wat? Houten paneel. Nee, echt? Dat het erop? Deze heb ik nog nooit gezien. Iemand die zo'n cadeau openkniet. Nooit gezien. Hoe bedoelde? Hoe bedoelde, snap je? Oh, 4 uur later. Allee. Allee, maar waar? Het is bijna zover. Oh, amai, dat is toch al een knal, hè? Ik had het niet verwacht. Allee! Ja, nog eens. Lekker zien. Ja, het is zonder dat daar ik nee. Jawel. Tof, hè? Ja, heel tof. Er zijn dagen dat ik wel zo... Ik slaap thuis met een dons, en een dons, en een deken en nog een deken. Dat kan niet. Jawel. En 3 dekens. 4. En een warm waterkruik. Maar fijn. Dan is het toch enorm warm. Ja, maar mijn kamer is heel koud. Dus ik kan ook wel nog een dekentje meenemen. Ja, maar ik kan dat ook alleen op mij leggen. Hè? Want chef is ook niet zo zot van de 4 dekens. Ja, natuurlijk is chef niet zot van 4 dekens. Er is niemand in België zot van 4 dekens. Ik vind dat fantastisch, ja. Ik denk dat we ons bed moeten uitklappen nog. Nee. Jawel. Jawel, jawel. Ik zie het hier. Je moet de zetels waarop je zit plat doen. En dan boven... Maar je hebt boven die dingen ook een bed. Ah, wel, maar dat is dit. Dat kan niet. We zullen eens niet zo bieden, hè. Dat is trouwens het enige wat ik tegenop kijk om met u samen te slapen in. Waarom? Omdat je snurkt. Ja, maar dat heb je, als je naast mij ligt of als je in die mobilom ligt, heb je er sowieso last van mijn gesnurk, hè. Ja, maar dat is toch... Het is anders als je het gesnurk in je oren geduwd krijgt. Dan moet jij oordopjes meenemen, hè. Of jij een tennisbal om in je mond te steken, hè. Je gaat niet heel de nacht zo gemeen zijn tegen mij, hè. Nee. Als jij niet, zolang jij niet snurkt, ga ik niet gemeen zijn. Maar ik kan daar toch niks aan doen? Marie en ik, wij hebben nooit ruzie. Dat is een beetje broer en zus. Weet je wat dat is? Eigenlijk kunnen die elkaar de huid vol schelden. Je weet toch dat dat niet gemeend is. Voel het. En nu weer zo. We're living together and still in love. Bereid je voor op je solo. Oh, it's the final countdown. Let's all get on. Final countdown. Want zo zijn wij.